Mevrouw de rector Magnificus, meneer de decaan, geachte collega's, geachte studenten, gewaardeerde toehoorders. Kijkt u even rustig naar dit citaat. U leest uit het Russisch vertaalde boodschap in zogenaamde padonki-spelling, een Russisch internetjargon. Voor wie nog even aan die spelling moet wennen, hier staat hoe volmaakter de computerspelcheckers, hoe meer de Russische taal haar spontaniteit en charme verliest. Alle kunstenaars van het Russische woord moeten een antwoord bieden op de moord op onze levende taal door zielloze computerautomaten. Padonki, een bewust foutief gespelde vorm van het Russisch voor mafkezen, verwerpen heersende Russische spellingsregels en grammaticale normen. Dit bewuste fragment komt uit hun anti-grammaticaal manifest, waarin ze die afkeer van correcte taal presenteren als protest tegen digitale perfectie. Zoals de neder-hip-hop taal van de jeugd van tegenwoordig cultstatus kreeg in Nederland, zo is ook padonki-slang zijn oorspronkelijke status als onschuldig vertier van programmeurs ruimschoots ontgroeid. Sinds het midden van de jaren 2000 kent elke zichzelf respecterende Russische intellectueel het fenomeen. Zelfs Dmitri Medvedev, een fervent nieuw media gebruiker, is een fan. Volgens sommige bronnen suggereerde hij als president ooit grappend dat Russische scholen padonki-slang moesten doseren. In november 2007 bezocht ik in een guur donker Helsinki een lezing over padonki-taal tijdens een vakcongres. De taal was een studieobject van dit in Noorwegen gehuisde onderzoeksproject, waarin taalwetenschappers, cultuurhistorici en antropologen zich richten op 20e eeuwse Russische taalculturen. Even in between jobs, kort voor het Finse congres, werkte ik als designverslaggever voor Frame, een internationaal toonaangevend magazine over vormgeving en productdesign. Daar maakte ik onder andere kennis met de productserie Klei. Deze nadrukkelijk stuntelig uitziende handgemaakte objecten van Maarten Baas waren een onmiddellijk succes bij verschijning in 2006 en zijn inmiddels te bewonderen in gezaghebbende musea. Online winkels promoten Baas kleistoelen als meubels die, en ik citeer nu, letterlijk de hand van de ontwerper verraden, die in de industriële vormgeving van nu meestal wordt verborgen door het gebruik van een computer. Eind citaat. Baas maakte met klei, kortom, een bewust ongepolijst product. De afgelopen jaren groeide de aandacht voor vergelijkbaar bewust niet technisch verfijnd design. U ziet hier Nederlands bekendste voorbeeld, Piet Hein Eek's sloophouten meubels. De ontwerper zelf presenteert zijn meubelstukken als werk dat hij met eenvoudige productieprocessen vervaardigt om te laten zien, en ik citeer weer, dat producten die niet perfect zijn, toch aan onze gevoelens van esthetiek en functionaliteit kunnen voldoen. Eind citaat. Het kan niet anders dan dat vandaag ook een aantal authentieke Eek-bezitters in deze zaal zitten. En ik wil dat graag even checken. Wie heeft een sloophouten meubel in huis? Mag ik even handen zien? En u moet het eerlijk zeggen. Ik zie een aantal handen. Nou, Eek's meubels zijn zo populair dat schrijver Erwin Wijman in het NRC van 31 mei jongstleden moppert over de verpiet Hein Eekisering van onze huiskamers. Anno 2013 schrijft Wijman, struikel je over de sloophouten kasten en tafels en stoelen en bankjes en poefjes en krukjes in elk woonblad, in Elle en Libelle, in Volkskrant Magazine, het Parool Magazine, in ieder magazine, zelfs de Praxis verkoopt meubels van sloophout. Eek's kasten, de kleiserie en de padonki-experimenten, stuk voor stuk slaan ze aan. Waar danken zij hun populariteit aan? Het antwoord op die vraag heeft alles te maken met imperfectie. Het onderwerp dat ik vandaag met u wil bespreken. Laat ik eerst drie mogelijke misverstanden rechtzetten. 1. Imperfectie komt Eek, Baas en de padonki niet aanwaaien. Zij hebben weinig op met daadwerkelijke slordigheid. Wat zij bieden is een welbewust ontworpen, u zou kunnen zeggen uiterst perfectionistische imperfectie. Niet voor niets luisteren padonki-spellingsregels nauw. Padonki-taal kun je verkeerd fout spellen. En zo'n spelfout-fout kan je op forse scheldtirades komen te staan. 2. De klei- en sloophouten meubels en padonki-taal zijn niet bedoeld voor een publiek voor wie imperfectie iets ongewenst is, een ongewenste noodzaak. Eek's kasten zijn duur en de padonki-experimenten zijn complex. Beide circuleren onder cultureel en sociaal geprivilegieerden.
Zij die prima in staat zijn de perfecte versies van hetzelfde meubelstuk te kopen of de correcte versie van een fout gespeld padonkiewoord te spellen. Mogelijk misverstand nummer 3. Als ik de kleiserie of een padonkiefragment imperfect noem, spreek ik geen persoonlijk waardeoordeel uit. Ik gebruik de term imperfectie in wat linguistisch antropologen een emisch perspectief noemen. De invalshoek die domineert binnen een bepaald sociaal systeem. In post-Sovjet-Rusland bestaan opvattingen over wat perfect vormgegeven taal is. Tot die norm verhouden padonki zich. Ook de andere praktijken die ik bespreek worden vooral als imperfect ervaren door makers en gebruikers. Of ze echt imperfect zijn, die vraag laat ik buiten beschouwing. Vanmiddag richt ik me op andere vragen. Wat maakt imperfectie zo sexy? U zult zien, die term kies ik niet alleen voor het rijm. Voor creatieve professionals uit uiteenlopende disciplines en wereldregio's. Waar komt hun liefde voor het onvolkomene vandaan? Hoe is ze historisch te verklaren? En tenslotte, waarom raakt het imperfecte een gevoelige snaar in onze rap digitaliserende samenleving? In het eerste deel van mijn betoog laat ik zien waarom deze vragen volgens mij dringend meer onderzoek verdienen. Maar in de tweede helft gebruik ik de imperfectieproblematiek ook om een punt over mijn vakgebied te maken. De slavistiek heeft een sterke traditie in onderwijs en onderzoek dat taal en tekst als wereld op zich beschouwt. Geleidelijk heeft die traditie plaatsgemaakt voor een discipline waarin het niet langer vanzelfsprekend is dat een Pools taalwetenschapper ons alleen iets vertelt over talige verschijnselen. Of dat een Russische literatuurhistorica ons uitsluitend iets leert over thema's binnen een tekst. Wat betekent het in die veranderde wereld om expert in Slavische literaturen en talen te zijn? Hoe kijkt een 21ste eeuwse literatuurwetenschapper naar teksten, culturen, wereldregio's? Wanneer doen literatuurwetenschappers er goed aan zich te specialiseren in één nationaal gebied en wanneer werkt een transnationale aanpak? Wanneer zetten zij een monodisciplinaire bril op, wanneer een multidisciplinaire? Wanneer tenslotte doet een slavist of zeg een anglist er goed aan kwalitatieve onderzoeksinstrumenten in te zetten, wanneer kwantitatieve of digitale? Deze vragen horen nu tot de grote vraagstukken van de taal- en cultuurstudie. Het zijn vragen die niet 1, 2, 3 beantwoord zijn en mijn verhaal is geen poging om ze van een pasklaar antwoord te voorzien. Wel wil ik met u een mogelijk scenario onderzoeken. Eén waarin geesteswetenschappelijke tradities en vernieuwing elkaar eerder versterken dan in de weg staan. De padonki, baas en eek illustreren een ontwikkeling die tussen de jaren 1990 en nu alle creatieve disciplines doorkruist die in enige mate leunen op nieuwe technologieën. Ik heb het over creatieve imperfectie. Een term die ik gebruik voor een trend om de toenemende perfectie die high-tech automatisering toestaat te beantwoorden met esthetische imperfectie. In reactie op digitalisering kiest een substantiële groep creatieve professionals voor een kritische of speelse omgang met technische verfijning. Zij prijzen imperfectie als waarmerk voor authenticiteit of artistieke oprechtheid. Die preoccupatie met onvolmaaktheid is natuurlijk niet alleen een weerwoord op technologische veranderingen. Eek bekritiseert deels ecologische problemen. Andere imperfectie-adepten reageren op economische of politieke malaise. Maar tussen specifiek automatisering en imperfectie bestaat een wel bijzonder halsstarrig verband. En de gewoonte om technologische imperfectie als authentiek te bestempelen is even halsstarrig. Die verbinding van imperfectie met authenticiteit is niet uniek voor onze tijd. Ze pasten het complex van dromen, fantasieën en angsten die, dat laten media-historici als William Boddy overtuigend zien, telkens ontluiken als nieuwe technologieën hun intrede doen. Angst, boosheid, euforie, het zijn maar 3 van de vaak intense emoties die radicale technologische progressie steeds weer losmaakt in de geschiedenis. Een van die emoties is de zorg om verlies van authenticiteit. Volgens de Amerikaanse communicatie-expert Nancy Baim leren discoursen over technologie ons 1 ding. Millennia after the invention of the first communication technologies, we remain oriented towards preserving the authenticity of human connection and of ourselves. Eek's simpele productieproces en het antigrammaticaal manifest zijn nieuwe vormen van die oude zorg dat nieuwe technologieën authentiek menselijk contact bemoeilijken. Eek, baas en de padonki nemen hun toevlucht tot even oude strategieën door imperfectie te presenteren als antwoord op automatisering.
Kijkt u maar naar reacties op de uitvinding van de boekdrukkunst. Het mechanisch gedrukte boek, zei de critici, is oppervlakkig en niet authentiek. Uitgevers reageerden met een even simpel als doeltreffend middel. Zij experimenteerden met ogenschijnlijk handgeschreven lettertypes. Net zoals nepleren kaften voor iPad nu het gedrukte boek imiteren, zo simuleerden hun boeken toen precies het quasi-amateuristische model dat klanten begeerden, het handgeschreven manuscript. In de eeuwen die volgen herhaalt zich de neiging om authenticiteit in het niet-technische te zoeken. Midden 19e eeuw stelt cultuurcriticus John Ruskin dat echte kunst handgemaakt en onvolmaakt is. To banish imperfection is to destroy expression, schrijft hij. En men were not intended to work with the accuracy of tools, to be precise and perfect in all their actions. If you will have that precision out of them and make their fingers measure degrees like cogwheels, you must unhumanize them. In 1936 varieert Walter Benjamin op Ruskins overtuiging wanneer hij schrijft in een inmiddels wereldberoemd essay over mechanische reproductie: het totale bereik van de echtheid onttrekt zich aan het technische. Benjamin poneert zijn stelling in een tijd van razendsnelle technologische progressie en van een opvallende fascinatie met het imperfecte. In de jaren 30 staan nieuwe audiotechnieken muzici toe composities maximaal te polijsten. Maar in een geliefd nieuw muziekgenre uit die tijd, jazz, kiezen diezelfde muzici gericht voor trial and error speelstijlen. Jazzhistoricus Ted Gioia dicht aan jazz een stelselmatige aesthetics of imperfection toe. Eén waarin de muzikus het technische laat voor wat het is en zich richt op the human element in art. In dit boek, dat over niet al te lange tijd uitkomt, schets ik een veel langer lijst van vergelijkbare historische fascinaties met imperfectie. Die lijst laat twee dingen zien. 1. In de loop van onze geschiedenis versterken technologische vernieuwingen ons existentiële verlangen naar het niet-volkomene. 2. In periodes van drastische technologische vooruitgang zetten creatieve professionals imperfectie in om het publiek te overtuigen van hun oprechtheid en authenticiteit. Ik ben niet de eerste die dit historische verband tussen technologisering en imperfectie opmerkt. Maar een integrale analyse ontbreekt. Er bestaat geen cultuurgeschiedenis van creatieve imperfectie. Geen overzichtsstudie die de verschillende historische visies tegen elkaar afzet. Dat is opmerkelijk, omdat het aantoonbaar gaat om een even klassiek als duurzaam paradigma in onze kunst- en cultuurgeschiedenis. Het ontbreken van systematisch onderzoek is des te opmerkelijker, omdat creatieve imperfectie juist in onze tijd een snaar raakt. Hoe klassiek de fascinatie met imperfectie ook is, diezelfde fascinatie is nu wel erg urgent. De laatste decennia is het aantal technologieën waarmee we ons leven perfecter kunnen vormgeven exponentieel gestegen. Designprogrammatuur maakt het ontwerpen van gestroomlijnde meubels aanzienlijk simpeler dan voorheen. Photoshop laat ons onwelvallige details uit digitale afbeeldingen filteren. Spellingscontrole software helpt ons, als het goed is, bij het schrijven van foutloze zinnen. En met navigatiesystemen vinden we de weg in een vreemde omgeving. De wereld van Photoshop en TomTom is een wereld van steeds verregaander automatisering en virtualisering van informatie. Een die levendige debatten aanwakkert over wat menselijk is, wat natuurlijk en wat authentiek. In die wereld is imperfectie een sleutel tot succes gebleken in een breed spectrum van wereldregio's en een even breed scala aan culturele disciplines. Design en taal, maar ook muziek, film, beeldende kunst, architectuur, eet- en agricultuur, mode, grafische vormgeving en, niet onbelangrijk, literatuur. Deze oratie laat het niet toe om alle lokale disciplinaire en chronologische nuances van die hang naar imperfectie te laten zien, hoe graag ik dat ook zou willen. In plaats daarvan bekijk ik met u een selectie exemplarische voorbeelden. Chronologische subtiliteiten, imperfectie betekende in 1990 voor Eek iets anders dan in de jaren 2000 voor Padonki. Die chronologische subtiliteiten die laten we voor wat ze zijn. Disciplinair gaan we maximaal de breedte in. Ruimtelijk zoeken we ook de breedte op, maar ik breng twee accenten aan. En bij die accenten wil ik kort stilstaan voor we gaan kijken naar de voorbeelden zelf. Als slavist en geboren Nederlandse onderzocht ik creatieve imperfectie de afgelopen jaren met een speciaal oog voor Nederlandse en Russische ontwikkelingen. Die keuze was, daar maak ik geen geheim van, pragmatisch gemotiveerd in eerste instantie. Maar de praktijk laat wel zien dat beide landen een bijzondere relatie onderhouden tot het imperfecte. Zo geldt Nederland op dit moment internationaal als bakermat voor quasi-amateuristisch design.
Deze reportage, die ik met journalist Marijn Henfling maakte voor Het Parool, gidst lezers langs de vele rauwe en bewust rafelig uitziende plekken die Amsterdam en breder Nederland rijk is. Onder Nederlandse cultuur- en designcritici leeft een sterk verlangen om deze creatieve onvolmaaktheid theoretisch te onderbouwen. Frozen Fountain, droog design, hands-on, handmade, niet normaal, The Politics of the Impure, Misfit. Deze bundels, instellingen, winkels en tentoonstellingen zijn maar een greep uit het aanbod van Nederlandse initiatieven die esthetische imperfectie presenteren als productief paradigma en die daarbij wijzen naar de invloed van digitalisering. Die Nederlandse dorst naar theoretische kennis over imperfectie komt niet uit het niets. Nederland geldt niet alleen al eeuwen als gezaghebbend exporteur van kunst en productdesign, maar Nederlanders gaven hun land ooit letterlijk zelf vorm. God schiep de aarde, om designjournalist Jeroen Junten te citeren, maar de Nederlanders schiepen hun eigen land uit de zee. In een regio met zoveel aandacht voor perfecte vormen moest de Photoshop en vergelijkbare perfectionaliseringsdiensten wel bovengemiddelde interesse losmaken in volmaaktheid als esthetisch probleem. Een niet minder bijzondere verhouding tot het niet perfecte typeert Rusland. In de Sovjet-Unie propageerden autoriteiten een esthetiek van kracht, gezondheid en positiviteit. Van de officiële kunstdoctrine uit met name de Stalin-tijd kunt u op dit moment deze prachtige overzichtstentoonstelling bezichtigen in het Drents Museum. Sommigen van u hebben hem, geloof ik, al gezien. Als u dat doet, ziet u dat het socialistisch realisme pleitte voor alles behalve het gammele, zwakke of imperfecte. We weten inmiddels dat deze officiële volmaaktheidsdoctrine, waarin een esthetisch product al heel snel gold als niet in overeenstemming met de norm, nogal vloekte met de vaak troosteloze realiteit van die tijd. Het is dus niet verrassend dat binnen die hoognormatieve dominante cultuur al gauw een tegencultuur ontstond waarin esthetische rauwheid stond voor politiek verzet. Rafelranden hoorden alleen al om praktische redenen bij ondergrondse praktijken. In Rusland vermenigvuldigden non-conformistische auteurs hun teksten bijvoorbeeld met carbonpapier of fotocopieën. Maar imperfectie werd snel een esthetisch doel op zich. Dichter en kunstenaar Dmitri Priegov verminkte bijvoorbeeld bewust zijn manuscripten en fotograaf Boris Mikhailov speelde met mengvormen van bewust onscherp beeld en schijnbaar haastig neergepende tekst. Na de val van de Sovjet-Unie behoudt imperfectie haar symboolstatus in Rusland. Meer dan één hedendaagse Russische kunstenaar zet de rauwe, onvolmaakte dissidentenstijl bewust in als PR-strategie. In de perestroika-tijd vergrootte die strategie zichtbaar het succes van zorgvuldig als onprofessioneel, quasi-ondergronds gepresenteerde kunstboeken en uitnodigingen voor tentoonstellingen als deze. De laatste jaren wordt bovendien alles wat Russisch en vintage is, ik sla nog iets over, de laatste jaren ziet u boeken en tentoonstellingen die Sovjet-design tot een cult-item maken. Dit zijn hier twee voorbeelden van. Bovendien wordt de laatste tijd alles wat Russisch en vintage is, foto's, servies, speelgoed, gretig bekeken en gekocht op sociale media. Vintage Russia is de naam van een online groep voor Sovjet-foto's in Flickr. Maar de naam Vintage Rusland staat ook voor een imago. Dat van het nadrukkelijk oudbollige, onbevallige Rusland, dat internationaal al eeuwen zo'n succesvol merk is. Glorieus in al haar imperfectie. Dat cliché over Rusland, dat mythische gebied waar het altijd sneeuwt en leiders nooit luisteren, vindt ook vandaag gretig aftrek. Hoe gretig, dat leert zelfs een haastige blik op het PR-materiaal voor het Nederland-Ruslandjaar. Kijkt u maar, als u het kunt lezen, naar de bovenste en onderste titel op deze activiteitenlijst. Rusland en Nederland zijn goed zichtbaar in wat we nu bekijken. Een serie representatieve voorbeelden en een aantal statements uit bestaand onderzoek naar imperfectie. Eén voorbehoud. In deze voorbeelden is zelden sprake van rigide verzet tegen nieuwe technologieën. Dat geldt ook voor een vormgever als Baas. Hij gebruikt regelmatig nieuwe technieken om een ambachtelijk effect te creëren. Dezelfde padonki die computers zo veroordelen, benutten zonder scrupules de nieuwste sociale mediadiensten om hun taalexperimenten te delen. Hun aanpak typeert de creatieve professional van nu. Die vervalt zelden in klassiek binaire visies op de wisselwerking tussen mens en machine. Ze is daarvoor doorgaans te goed thuis in postmodern denken en in posthumanisme.
De overtuiging dat er niet zoiets bestaat als een absolute grens tussen fysiek en virtueel. Ik start mijn voorbeelden met glitch, een muziekgenre ontstaan in de jaren 90. Glitchmuzici als Apex Twin kiezen in die tijd gericht voor dysfunctionele geluidstechnieken. Criticus Kim Cascone typeert glitch als een aesthetics of failure, revealing digital tools to be only as perfect as the humans who build them. Apex Twin en andere glitchcomponisten bewerkstelligen een failure effect door zorgvuldige experimenten met mismaakt opnamemateriaal, klankvervormingen, vinylplaatgekras en hardware lawaai. En als de technicus even het filmpje aanzet, wil ik u daar een voorbeeld van laten horen en zien. Ik vermoed dat Apex Twin geen naam is die u alle zult kennen. Maar glitch laat ook voelbare stromen naar mainstream pop en modern klassieke muziek. Ritmische en ruisachtige glitchverstoringen horen we bijvoorbeeld in deze gezamenlijke hit van Beyoncé Knowles en Lady Gaga. En doelbewuste sonische glitchverminkingen weerklonken deze week ook tijdens het Holland Festival in Michel van der Aa's nieuwe 3D-opera Sunken Garden. Dezelfde term glitch circuleert in beeldende kunstbeschouwing. Deze publicatie bevat 200 glitches, afbeeldingen die gebruik maken van analoge of digitale fouten en gecorrumpeerde data, links in beeld ziet u er een, van kunstenaars van over de hele wereld. Volgens een van de samenstellers vertegenwoordigt de visuele glitch, letterlijk het onverwachte resultaat van een storing, a blatant display of lack of control on the part of digital technology. And in a reverse kind of way, it symbolizes our dominance over it. Nadrukkelijk a-technologische visuele imperfectie zien we ook in deze digitaal geproduceerde Russische animatiefilms, die een breed publiek bereikten met hun esthetiek van amateurisme en handwerk. Het ongepolijste heeft een soortgelijke meerwaarde in film. Een bewust spel met technische imperfectie spelen Deense dogmefilms, Alexander Sakurov's Russian Ark, de Russische cultfilm Het Stof, maar ook Hollywoodkrakers als The Blair Witch Project. Hun makers bezingen, in de woorden van filmhistoricus Nicholas Roms, not digital perfection, but rather deliberate imperfections that take the form of blurry or pixelated images, shaky camera work, and other elements that remind viewers that human beings made these films. Deliberate imperfections zijn de afgelopen decennia ook een aantrekkelijke creatieve strategie gebleken in fotografie. Quasi-amateuristische foto's zijn geen uitvinding van nu, maar nieuw is wel de dichtheid waarmee ze onze publieke ruimte vullen. Anno 2013 vinden we bewust niet gepolijste foto's in het werk van gezaghebbende professionals, zoals deze bekende Russische fotograaf, in fotoverzamelprojecten, in deze door de pers belichte fotocollecties van Erik Kessels en Hans Aarsman. Ik zeg door de pers belichte, maar door de pers nogal gretig belichte fotocollecties. En bij de miljoenen hobbyfotografen die apps als Instagram of zogenaamde Lomo-camera's gebruiken. De Lomograaf en de Instagrammer werken gulzig met traditioneel als fout geldende fototechnieken als verzadigde kleuren, onscherpe contouren en overbelichting. Daarmee, zo stelt schrijver en Lomo-adept Brian Appleyard, ontsnappen ze aan de vloek van digitale perfectie. Dezelfde vloek ontvluchten architecten en interieurdesigners. Zoals de hand van baas zichtbaar is in zijn meubels, zo is de hand van de architect doelbewust aanwezig in deze gebouwen en horeca-interieuren, die u deels hier in Amsterdam kunt bezoeken en die deels ontworpen zijn door Russische architecten. Ze ogen onbeholpen, maar schijnbedriegt. U kijkt naar uitzonderlijk succesvolle projecten. Café-restaurant Hannekes Boom won een prijsvraag voor de bestemming van een leeg terrein in Hartje Amsterdam en is verplichte horecakost voor Amsterdams creatieve klasse. Sascha Brodsky is een internationaal gelauwerd architect, wiens werk onder andere te zien was op de Venetiaanse architectuurbiennale. Imperfectie geldt in deze producten eerder als productief dan problematisch. Dit restaurant ontleent zelfs zijn naam aan quasi-gammele vormen. 95 graden staat voor de net niet rechte hoek waarin het bouwsel boven het water hangt.
Voor Brodsky is juist die gerichte gammelheid een garantie voor authenticiteit. Zo bleek toen ik hem interviewde over zijn bouwstijl. Als belangrijkste inspiratiebron noemde hij de zelfgetimmerde bouwsels die je in de Russische provincie veel ziet. En ik citeer hem, structuren die onprofessioneel geconstrueerd zijn, maar die een bijzondere waarheid of oprechtheid uitdrukken. Oprechtheid wordt in onze eetcultuur ook in toenemende mate gezocht in het niet perfecte. Nu de voedselindustrie steeds rigoureuzer mechaniseert, voeren koks, startende horecaondernemers en filosofen pleitredes voor biologisch, duurzaam, slow voedsel. Pleitredes waarin het onvolmaakte cultstatus kan aannemen. Een kilometer of twee hier vandaan werken koks van het restaurant United Tastes met producten die de standaard horeca weigert, omdat niet alles even groot is bijvoorbeeld. En ik citeer de koks. In Berlijn protesteren ontwerpers Tanja Krakowski en Lea Broemzak met hun cateringbedrijf Culinary Misfits tegen het weggooien van producten die de supermarktnorm niet halen. Krakowski en Broemzak presenteren ecologische en economische problemen als hun motivatie. Maar in interviews en via zorgvuldig gestileerde foto's presenteren ze hun project ook als interventie in een hypergetechnologiseerde voedselketen. Muziektheoretici, filmhistorici, voedselexperts, ze bezingen met haast drammerige herhaling menselijke imperfectie in reactie op technologische perfectie. Datzelfde doen kenners op het gebied van design, de discipline die we al eerder bekeken. Hella Jongerius bakt de onderdelen van dit zogenaamde B-servies bewust iets te heet. De resulterende productiefouten zorgen dat elk serviesstuk uniek is. Het is mogelijk dat u het servies kent, want het haalde zo'n beetje alle Nederlandse kranten, plus menig designtheoretische publicatie. In 2010 presenteerden de makers van een solo tentoonstelling met, jawel, de titel Misfit, Jongerius ontwerpen als een directe reactie op drastische industrialisering. Droogdesigndirecteur Renny Ramakers herkent bovendien in het B-servies een recente trend in imperfection in design. Eén die reageert op the all-dominating perfectionist technology of our time that has been pushing human deficiencies still further into the background. Vergelijkbare geluiden weer klinken in mode- en textieldesign. Gerenommeerde modeontwerpers als Vivian Westwood, Martin Margiela en in Rusland White Trash for Cash spelen met kreukels, scheuren en schimmels in zichtbaar door punk geïnspireerde collecties. Intussen groeit vintage mode snel in marktwaarde en schrijven modebloggers over wabi-sabi. Een oude Japanse levensfilosofie die draait om acceptatie van het niet perfecte. Experts interpreteren deze ontwikkelingen niet zelden in u en mij inmiddels bekende termen. Zo signaleren Xu Hong en Joseph Maliaro in deze bundel over nieuw mode en textieldesign in reactie op technologisering een emergence of handmade practices that expose the processes of fabrication as gestures of sincerity. Diezelfde retoriek vinden we ook weer in grafisch design. Zoals uitgevers ooit handschriften imiteerden om printboeken authentieker te laten lijken, zo biedt het bedrijf MyFonts ons nu quasi handgeschreven digitale fonts. Eigenaar David Earls noemt ze Experiments in Deliberate Imperfection, designed to counteract the clinical and precise nature of digital typography. De MyFonts missie overlapt met die van andere designprojecten waarin taal en beeld vervloeien. Het kunstproject Word Perfect van Tomoko Takahashi bijvoorbeeld. En ik verspreek me niet. Dit programma laat gebruikers kiezen tussen typen en met de hand schrijven en tussen smetvrije of smoezelige tekstversies. En smoezelig moet u heel letterlijk nemen, zoals u ziet. De gedichten in deze bundel van de bekende Russische dichteres Vera Pavlova zijn met de hand geschreven. De uitgever benadrukt dat de keuze voor het handgemaakte hun oprechtheid benadrukt. Pavlova, Takahashi en Earls illustreren elk de verhoogde interesse in, en ik citeer de bundel van een aantal collega's hier in Amsterdam, de interesse in handwriting in the age of new media. De literatuurliefhebbers onder u moesten lang wachten. Maar met Pavlova belanden we nu bij dat discipline waar ik mijn meest uitvoerige training in ontving, literatuur. In 2009 sloot ik me als postdoc aan bij dezelfde collega's die ik in het koude Helsinki over Padonki hoorde vertellen. Voor The Future of Russian, zoals hun nieuwe project heette, onderzocht ik met twee Noren en een Let hoe digitalisering en taalcultuur elkaar beïnvloeden in post-Sovjet-Rusland. Mijn deelproject betrof de fascinatie met imperfectie van bloggende Russische schrijvers.
In blogs presenteren Russische en ook niet-Russische auteurs een niet volmaakte schrijfstijl als norm voor literair auteurschap. Net als de spellingsexperimenten van de Padonki past die keus voor talige imperfectie in breder en door taal- en communicatiewetenschappers uitgebreid gedocumenteerde veranderingen in ons taalgebruik als gevolg van digitalisering. Joop ter Horst is iemand die daar in Nederland veel onderzoek naar doet. Onder mijn schrijverbloggers uit die transitie zich in een opmerkelijke tolerantie voor incorrecte grammaticale constructies, alternatieve interpunctie en fouten. Spelfouten. Een gezaghebbend schrijfster als Tatjana Tolstaja ziet haar blog zelfs nadrukkelijk als een plaats om, en ik citeer haar, fouten te maken en alle grammatica regels te negeren. Eind citaat. Nu zijn er mensen die imperfectie bedrijven en er zijn mensen die het beschrijven. Tolstaja kon ik in concrete blogposts op geen enkele taalfout betrappen. Maar haar metacommentaren over blogtaal sluiten wel naadloos aan bij het heersende discours over digitalisering, authenticiteit en imperfectie. Datzelfde discours treffen we in Russische literaire kritieken. Zo stelt journaliste Marina Mitronina in 2003 dat digitale literatuur oprechtheid verkiest boven grammaticale correctheid. Met Mitronina bereiken we het eind van de parade van creatieve imperfecties van vanmiddag. Ik doorliep met u een uitgebreide en soms nogal overlappende serie voorbeelden, maar dat deed ik met een reden. Om hun maatschappelijke breedte maximaal tot u te laten doordringen. De lofzang op imperfectie van nu beperkt zich niet, zoals bestaand onderzoek suggereert, tot een beperkt aantal creatieve of culturele disciplines. Mijn voorbeelden vormen de top van een ijsberg van sociale gedragingen, creatieve praktijken en kunstuitingen. Opgeteld laten ze zien dat imperfectie een intense preoccupatie is van veel cultuurproducenten van nu. En die fascinatie delen cultuurproducenten met cultuurconsumenten. De instant triomf van Jogerius Becevies, de hypeachtige populariteit van Dogme of Instagram. De voorbeelden die we zojuist bekeken zijn stuk voor stuk succesvol. Ze brengen hun makers of bedenkers aanzien binnen hun vakgebied, ze trekken persaandacht of ze verkopen gewoon goed. Dat betekent niet dat voor al hun consumenten het discours dat ik beschrijf even belangrijk is. Niet elke Jan Doedel met een sloophouten stukje interieur zal zijn aankoop zien als verzet tegen digitalisering. Maar flarden van datzelfde discours komen wel terug in lifestyle magazines, woonbladen, online discussies, kortom in de populaire discussie over rafelranden, sloophout en slow. Ook die laat zien dat imperfectie op dit moment simpelweg optimaler werkt dan in welke historische periode ook. Die maatschappelijke resonantie, waar ik zo op terugkom, is naast het feit dat creatieve imperfectie door veel mensen op veel plaatsen omarmd wordt, reden te meer om onderzoek naar dit onderwerp grondiger aan te pakken. Daarom werk ik aan de opzet van een transnationaal, transdisciplinair onderzoeksnetwerk in imperfectie. Hoe moet zo'n netwerk eruit zien? Hoe institutionaliseer je imperfectieonderzoek? In de geesteswetenschappen is het gebruikelijk om een leerstoelgroep voor bijvoorbeeld Engels te faciliteren of een afdeling geschiedenis. Een leerstoelgroep imperfectie is minder gebruikelijk. Een transnationaal onderzoeksteam dat zich groepeert rond dit thema kan een productief alternatief cluster bieden. In het slotdeel van mijn betoog wil ik met u kijken naar de grotere vragen die zo'n clustering oproept en die relevant zijn voor de geesteswetenschappen als geheel. Ik heb het over de drie vragen die ik eerder opwierp. Over de relatie tussen trans- en monodisciplinair onderzoek, tussen regionaal en globaal georiënteerde analyses en tussen kwalitatieve en kwantitatieve methodes. Ik start bij de laatste vraag. Digitale geesteswetenschappen. Sinds ik mijn hoogleraarschap aan de UvA begon, is deze term met groeiende frequentie gevallen. Op zulke momenten is in de panden van de faculteit geesteswetenschappen soms een siddering voelbaar. Wat betekent onderzoek naar big data, datasets die massieve grootte niet alleen nieuwsgierige overheden interesseren, maar datasets die ook vragen om nieuwe kwantitatieve onderzoeksmethoden. Wat betekent dat onderzoek voor de vakbeoefening van de stavist of de romanist? De discussies over digitale methodes gaan we vandaag niet in detail voeren, maar ik wil wel uitleggen hoe ze van pas kunnen komen in het onderzoek dat ik voor ogen heb. In mijn bestaande onderzoek naar imperfectie werk ik met kleine corpora. Zeg een selectie van 16 invloedrijke auteurs of 8 ontwerpers. Toen ik die aanpak besprak met big data experts binnen de UvA, Rens Bot, Maarten Rijken, Arnold Smulders,
deden zij inspirerende suggesties voor aanvullend kwantitatief onderzoek. Zo zou je de ontelbare aantallen portfolio's die designers, fotografen en andere creatieve professionals online zetten, kunnen doorzoeken op commentaren over imperfectie en digitalisering. Met de resultaten zou je bestaande kennis van onze obsessie met het onvolmaakte substantieel kunnen verfijnen. Welke type imperfectie bestaan er bijvoorbeeld? Ik werk nu met een voorlopige typologie die onderscheid maakt tussen ambachtelijke, organische, amateuristische, ondergrondse en industriële imperfectie. Jongerius B-servies valt bijvoorbeeld onder de ambachtelijke imperfectie. Werk dat aandacht vraagt voor de hand van de menselijke maker, de craftsman. Dit typologische model, dat ik met mijn huidige dataset maar beperkt kan uitwerken, kun je substantieel aanscherpen met de resultaten van digitaal opgezet onderzoek. Dat geesteswetenschappelijke big data onderzoek nog veel methodologische hobbels kent, is bekend. Maar waarom zouden de tekst- en beeldbeschouwers die veel geesteswetenschappers zijn niet hun voordeel doen met het feit dat we nu, in de termen van geesteswetenschapper Lev Manovic, de imagination, opinions, ideas en feelings of hundreds of millions of people online kunnen volgen, hoe beperkt dat volgen ook is. Zo'n keus betekent, en ik benadruk dit omdat ik hier regelmatig zorgen over hoor, nog in mijn geval, nog in dat van de digitale geesteswetenschappers die ik ken, dat kwantitatief het overneemt van kwalitatief. Een mogelijke aanpak voor mijn onderzoek is het in Big Data verre van ongebruikelijke traject, waarin fase 1 bestaat uit het handmatig ontwikkelen en testen van hypotheses op basis van kwalitatieve tekst- en beeldanalytische methodes, close reading. Fase 2 uit het opstellen en uitvoeren van aanvullend onderzoek, waarin ik hypotheses test met kwantitatieve methodes. Dat wat literair historicus Franco Moretti distant reading noemt. En fase 3 uit het mee terugnemen van de labuitkomsten naar een afsluitende tweede close reading ronde. Eén waarin ik de kwantitatieve bevindingen laat meewegen bij het formuleren van conclusies. Bij het uitvoeren van deze gefaseerde onderzoeksopzet horen complicaties. Zo vraagt distant reading onderzoek, dat sterk is in patroonherkenning, om andere onderzoeksvragen dan het handmatige onderzoek waar ik goed in thuis ben. Maar de scepties die ik nu proef ten opzichte van digitale geesteswetenschappen deel ik niet. In dit onderzoeksplan kan ik mijn vaardigheden als onderzoeker van Russische literatuur en cultuur prima inzetten. Sterker nog, van digitale collega's weet ik dat de regiogebonden expertise die een slavist opbouwt hen een broodnodig complementair perspectief biedt. Wij vereren jullie, verzekerde een expert in digitale methodes met deze lente nog. In een onderzoeksnetwerk in imperfectie passen de nieuwe methodologische instrumenten die deze expert ontwikkelt, maar wel als aanvulling op bestaande kwalitatieve instrumenten. De Big Data expert en ik hoeven kortom niet bang voor elkaar te zijn. We kunnen juist veel aan elkaar hebben. Vraag 2. Het onderzoek dat ik presenteer is nadrukkelijk globaal opgezet. En ik ben het eens met onderzoekers die de natie voor veel sociale ontwikkelingen een te nauwe container vinden. Hoe verhoudt een per definitie regionaal toegespitste studie als Slavisch zich tot dit type transnationaal onderzoek? Opleidingen Slavisch richten zich op de talen, literaturen en culturen van grote delen van Centraal, Oost- en Zuidoost-Europa en Noord- en Centraal-Azië. Deze regio's vormen een coherenter geheel dan die strikt geografische lijn suggereert. En daarmee doel ik niet op de mythe die ik in mijn beroep zo vaak mag weerleggen. Dat er volken met een unieke gedeelde psyche wonen. Net zo min als vintage Russia bestaat er zoiets als een Russische ziel. En het Servische volk is niet intrinsiek mysterieuzer dan het Nederlandse. Come on! Wel verenigt het Slavisch gebied landen met typologisch verwante talen en een deels gezamenlijk politiek verleden. Dit geopolitieke gebied moeten we goed kennen als we Europa willen begrijpen. Slavisch sprekende gemeenschappen bewonen samen meer de helft van het Europese grondgebied en vormen een regio waar verse EU-lidstaten grenzen aan semi-autoritaire powerplayers. Verfijnde kennis van die regio is in Nederland gelukkig aanwezig. En een belangrijk leverancier van die kennis zijn wij, de enige opleiding Slavische talen die de Benelux op dit moment nog rijk is. Op dit moment combineren wij zorgvuldige slow specialisatie op individuele culturen met een transnationale blik. Die brede blik wordt steeds vanzelfsprekender in later stadia van een slavistencarrière, als de eerste kennismaking met het vakgebied succesvol afgerond is. In mijn onderzoeksopzet ziet u die trend ook terug. Russische voorbeelden maken hierin deel uit van een globaal georiënteerde bronnenset.
Toch is de insteek van mijn onderzoek wezenlijk gekleurd door mijn ervaring als slavist. Hoe hard academici op dit moment ook dewesterniseren, toch bouwt veel onderzoek met universele claims nog steeds op exclusief westers materiaal. En dat geldt ook voor mediastudies, de discipline die zo belangrijk is voor imperfectieonderzoek. De laatste jaren streefde weliswaar meer dan één studie naar het internationaliseren, transnationaliseren en dewesterniseren van mediastudies. Maar ook in 2013 doen toonaangevende mediaonderzoekers regelmatig uitspraken over het blog of het web als ze spreken over exclusief Engelstalig materiaal, zonder die talige en culturele beperking te benoemen. Globale plaatjes zijn mooi, maar ze zijn incompleet als ze lokale idiosyncrasieën negeren. Mijn scenario voor een imperfectienetwerk laat nadrukkelijk wel ruimte voor cultuurspecifieke inbreng. U zag waarom die ertoe doet. Voor een optimaal begrip van de hang naar imperfectie hebben we ook kennis van lokale preoccupaties nodig. Wie de non-conformistische foto's van vintage Russia-fotograaf Mikhailov kent, kijkt met nieuwe ogen naar de Instagrammer van nu. Mijn imperfectieonderzoek is niet uniek. We zien vandaag een groeiend aantal pogingen om de sinoloog, de slavist, maar ook de westerse taal- en cultuurwetenschapper te betrekken bij mediahistorisch onderzoek. En terecht. Er is met reden vaak gezegd dat onze expertise een doel op zich is. Laten we dat vooral niet vergeten vandaag. Maar ze is ook onmisbaar voor de studie van politieke processen, wereldeconomieën of, zoals u vandaag zag, mediatransities. Veel meer dan overheidsinitiatieven nu uitdrukken, moeten we de taal- en cultuurwetenschapper daarom ruimte bieden voor een regionaal toegespitst studiecurriculum. Alleen zo kunnen we voorkomen dat de media-expert of de econoom of de socioloog ooit niemand meer heeft om tegen te zeggen, wij vereren jullie. Ten slotte, literatuur. Die kunstvorm staat centraal in mijn derde en laatste vraag. Mijn eigen expertisegebied en mijn leerstoel aan de UvA is de literatuur, in het bijzonder Slavische literaturen. Toch kwam de literatuur vanmiddag maar kort en pas laat aan bod. Waarom speelt de literatuur in mijn betoog zo'n bescheiden rol? Hoe, om de vraag breder te formuleren, verhoudt zich voor de Slavisch letterkundige van nu literatuurwetenschap tot andere disciplines? Een onderzoek als dat naar creatieve imperfectie heeft vooral baat bij een metadisciplinaire blik. Bestaande onderzoeken bestuderen onze fascinatie met onvolmaaktheid wel vanuit uiteenlopende wetenschappelijke invalshoeken, maar ze blijven relatief keurig bij hun leest. Hoewel ze spannende dwarsverbanden maken, raammakers, synthetiseert bijvoorbeeld ontwikkelingen in design, kunst en mode, zien we vooral kenners van één of enkele verwante disciplines aan het werk. Zij wijzen op een relevante culturele ontwikkeling, maar zeggen elkaar voortdurend na wanneer ze deze ontwikkeling niet in zijn volle maatschappelijke breedte monitoren. Die relatief disciplinair afgegrensde onderzoekstraditie leidt tot een onnodig fragmentarisch begrip van creatieve imperfectie. Een metadisciplinair onderzoeksnetwerk verrijkt dat begrip. Hier kunnen visies op imperfectie van de muziekexpert, de filmhistoricus, de designkenner samenkomen met die van de mode- en literatuurwetenschapper. Idealiter brengt een onderzoekscluster rondom imperfectie die cultuurbeschouwers bovendien samen met onderzoekers uit methodologisch relevante velden. Big data experts noemde ik al, maar ik denk ook aan gender studies die ons kunnen leren in hoeverre denken over imperfectie langs genderlijnen verloopt. En disability studies, het onderzoeksveld dat ons een kader biedt om sociale en culturele normen te bestuderen. Een misschien nog belangrijke methodologische verrijking biedt de marketing. Inzichten uit de marketingstudie helpen ons een antwoord te formuleren op de voor imperfectiestudie cruciale vraag: wat maakt dat onvolmaakte nou zo aantrekkelijk? Voor een antwoord op die vraag kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de even bekende als invloedrijke Consumer Sensibility Theory van James Gilmore en Joseph Pine. Volgens deze theorie, veel van u zullen hem kennen, leven we vandaag in een beleveniseconomie, een experience economy. Eén wier consumenten niet op zoek zijn naar kwaliteit, prijs of productbeschikbaarheid, maar naar authenticiteit. Ik geloof dat Gilmore en Pine terecht authenticiteit aanwijzen als centrale consumentgevoeligheid van nu. Maar ik geloof ook dat ze de kunstgrepen die producenten inzetten om authenticiteit te legitimeren over het hoofd zien. Onder die kunstgrepen is creatieve imperfectie primus inter pares. Producenten kunnen authenticiteit genereren door te zorgen dat hun producten authentiek lijken of voelen. Imperfectie, dat zagen we in de voorbeelden van vanmiddag, maakt producten sexy. Het zij in termen van geld,
hetzij van cultureel kapitaal. De term sexy wordt in de wetenschap vandaag nogal gretig gebruikt, maar ik noem hem hier met reden. In een essay getiteld The Eroticism of Imperfection stelt kunst- en mediacriticus Boris Groys dat imperfectie een onmiskenbaar erotisch effect kan hebben. Groys doelt vooral op de imperfectie van het menselijk lichaam in de foto's van Boris Mikhailov, die kent u inmiddels, maar zijn woorden hebben een brede relevantie. Voor Mikhailov, zo schrijft Groys, it is when cracks start to show in the body's mise-en-scène that this body becomes truly appealing, erotic and seductive. Imperfectie genereert kortom in Mikhailovs lichamen aantrekkingskracht. Op diezelfde manier genereert imperfectie aantrekkingskracht in The Blair Witch Project, in Hannekes Boom, in Padonki-taal. Zij verraden zo'n intense preoccupatie van cultuurproducenten en consumenten met het onvolmaakte dat de term interesse of fascinatie nauwelijks volstaat. Net als de cracks die Groys beschrijft, oefent imperfectie voor de consument van nu een regelrecht fysieke, bijna seksuele aantrekkingskracht uit. En hoe kan het anders met producten waarin de vingers van de maker nog te zien zijn? En bij praktijken die het tactiele, het moment waarop een hand over papier schuift, of waarop een kopje niet helemaal rond voelt in diezelfde hand, praktijken die dat tactiele zo benadrukken. Gilmore en Pines theorie laat mooi zien waarom disciplinaire breedte onontbeerlijk is voor onderzoek naar die verlokkelijke imperfectie. Als we de culturele fascinaties en angsten die creatieve imperfecties schragen optimaal willen begrijpen, moeten we de bredere consumentgevoeligheid van nu verkennen. We zagen nu waarom disciplinaire breedte zin heeft in imperfectieonderzoek. Maar de vraag blijft, waar past in dit verhaal de literatuur? Laten we daar ter afsluiting naar kijken. In mijn onderzoek kies ik voor een cultural studies aanpak die veel collega-literatuurwetenschappers van nu delen. Een waarin de letterkunde gezien onze academische achtergrond een sobere rol speelt. Dat de literatuurstudie bij een al te onstuimige omarming van die onderzoekstraditie in een verdringing kan komen, dat is een zorg die ik onderken. Die zorg is een deel van de reden dat ik een collegemodule heb ontworpen over literatuurstudie in de 21ste eeuw. Komende winter gaan hier in UvA-docenten en studenten kritisch kijken naar de spanning tussen strikt literair onderzoek en de huidige neiging tot disciplinaire verbreding. Voor mij persoonlijk geldt dat ik me als onderzoeker comfortabel voel bij de breedte. Juist omdat het mij als student nooit heeft ontbroken aan specialistische verdieping. De talige en cultuurhistorische expertise die nu zo van pas komt in mijn imperfectieonderzoek verwierf ik aan de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit die op dit moment voor mijn en uw ogen diezelfde en andere talenstudies in stormtempo afbouwt. In Groningen had ik in de jaren 90 het voorrecht een studie te genieten waarin uitstapjes naar nieuwe onderzoeksdisciplines uitstekend samengingen met gedetailleerde studie van Dostojevski en Gogol. Het huidige UvA-curriculum Slavistiek biedt tot mijn plezier ook ruimte voor taal- en letterkundige verdieping. Wat mij in dit eerste jaar als UvA-hoogleraar Slavische literatuur het meeste voldoening heeft bezorgd, is het op regelmatige basis kunnen nadenken met studenten over Pushkin en over Pussy Riot, over nieuwe media en over Tsjechovs proza, over het macho-imago van de nu single Poetin en over futuristische dichters. De UvA erkent het belang van talenstudies, maar de ruimte die we nu hebben voor nieuw en klassiek is nergens vanzelfsprekend. In mijn tijd hier zal ik er alles aan doen om die te waarborgen. Immers, en met deze stelling eindig ik mijn betoog, wat transdisciplinair onderzoek werkelijk waardevol maakt, is de vakinhoudelijke input van de betrokken specialisten. Ik dank u allen voor uw luisterend oor en ik dank een aantal mensen in het bijzonder. Een dankwoord dat recht doet aan iedereen die ik professioneel erkentelijk ben, zou ons tot na borreltijd vasthouden. Daarom hou ik het kort. Dat ik mijn Groningse collega's dank, zal u inmiddels niet verbazen. Naast Joost van Baak, oud-hoogleraar Russische literatuur, mijn promotor, maar ook een collega die me uitzonderlijk motiveert en steunt, wil ik in het bijzonder dokter Sander Brouwer noemen. Sander, jouw scherpe blik, soms op het nurkse af, op ons gedeelde specialisme, is onbetaalbaar. En waar zit je nou in godsnaam? Daar. Aan jou dank ik veel, en dat weet je. Ik dank mijn Frame-collega's dat ze mij als niet-kenner loslieten in hun feestelijke designlaboratorium. Mijn Britse en Noorse collega's dank ik voor twee inspirerende en gastvrije tijdelijke onderzoeksomgevingen.
Hoewel ik me zowel in Groningen als Cambridge en Bergen zeer op mijn plaats heb gevoeld en ik mijn collega's daar zeer erkentelijk ben, ervaar ik mijn landing binnen de UvA pas echt als thuiskomen. Deze baan biedt fantastische professionele vooruitzichten aan een universiteit met sterke profielen in digitale en mediastudies. Precies die disciplines die ik in mijn vakgebied meer aandacht gun. Vanaf werkdag 1 genoot ik een bijzonder warm welkom van het college van bestuur, van de faculteit en decaan Frank van Vree in het bijzonder, van departementsvoorzitter Henk van der Liet en het departement, van mijn voorgangers Wim Honselaar en Willem Westijn en ook van het ondersteunend personeel. Medewerkers van de opleiding Slavische Talen, collega's, dank voor jullie vertrouwen en jullie warmte. Ik ben zeer onder de indruk van jullie. Niet alleen van jullie kwaliteit, maar ook van jullie werkethos. Het is geen straf om leiding te mogen geven aan een team dat gezamenlijk Sorbische koffiehuizen induikt en bovengemiddeld toegewijd is aan onderzoek en onderwijs. Studenten, dank voor een op het opstandige af, de UvA schijnt er bekend om te staan, kritische en daarmee aangename betrokken houding. Jullie inspireren me enorm. De UvA, kortom, is academisch thuiskomen. Maar er wonen in deze stad twee mensen die zorgen dat aan het eind van elke werkdag één route naar mijn echte huis leidt. Thomas, Ulvie, we gaan feesten. Ik heb gezegd.